Voorzitter, elke politicus moet zich ervan bewust zijn dat elke dag in de politiek zijn of haar laatste kan zijn. Dat ondervond voormalig minister van Defensie mevrouw Bijleveld op 15 september van dit jaar op een nogal directe manier. Alles gebeurt dan onmiddellijk en je bent zo weg. En voor afscheid is er geen tijd. En daarom wilde ik op deze wijze mevrouw Bijleveld toch bedanken en haar het beste wensen in de toekomst. Voorzitter, de opvolger van de afgetreden minister komt ook uit het oosten van het land. Daar komen nuchtere mensen vandaan, die dingen zien en zeggen zoals ze zijn. Minister Kamp staat ook zo bekend. Ik was dan ook zeer verbaasd dat de minister bekendmaakte dat Defensie cursussen gaat geven in zaken diversiteit en inclusiviteit. Dat zijn kernwoorden van de huidige woke-ideologie die juist verdeeldheid kunnen zaaien. En ik dacht, wat is dat nu? Kamp is de kluts kwijt. Ik vraag de minister daarom zijn uitspraken nader toe te lichten. Ik ben erg voor vrouwen in het leger. Ik denk dat het Amerikaanse leger laat zien hoe men op die manier kan integreren. Maar ik wil wel de minister waarschuwen voor de ergste variant van de woke-industrie, de zogenoemde critical race theory, de kritische rassenleer. Die leer verdeelt mensen in hokjes en ziet alles door het prisma van ras. En dat denken binnen de strijdkrachten halen zorgt voor ruzie binnenshuis. Het zorgt voor verdeeldheid en twisten, juist daar waar een sterke korpsgeest nodig is. Ik hoop dat de minister mij kan geruststellen. Mevrouw Belhaai. Ja, voorzitter, ik hoop dat de minister dat niet gaat doen. En ik zou eigenlijk aan de heer Epping willen vragen. Het valt me eigenlijk ook een beetje tegen. U stelt het heel kort, aandacht voor diversiteit en inclusie. Oh ja, ik ben wel voor vrouwen, maar dat overige dan niet. En dat is dan ook. Dat zijn echt totaal verschillende dingen. Ik zou willen vragen, meneer Epping. Bent u niet een groot voorstander dat in de Nederlandse krijgsmacht een afspiegeling moet zijn voor alle mensen die hier in Nederland wonen? Of je nou Jan-Piet de Klaas heet en al geboren en getogen je hele familie uit Drenthe komt, of Jamila heet en tweede kind van gastarbeiders bent in Nederland, dat je de krijgsmacht dient, belangrijk vindt dat Nederland veilig is, daarvoor wil staan, op wil gaan in de rest, zelfde uniform, zelfde regels. Waarom zou de heer Epping niet willen dat er meer diversiteit komt bij de krijgsmacht? Voorzitter, via u. Nou, voorzitter, er was natuurlijk heel veel diversiteit toen we een beroepsleger hadden. Toen wij een dienstplicht hadden. En dienstplichtigen moesten komen. Dat was een afspiegeling van de samenleving. En nu is het een beroepsleger. En komen de mensen omdat ze dat graag willen, omdat ze gemotiveerd zijn. Nu kun je zeggen, we willen daar meer diversiteit in brengen. En ik zeg, daar ben ik op zichzelf niet tegen. Alleen waarschuw ik voor de critical race theory, voor de kritische rassenleer zoals dat heet. Want als je dat het leger binnenhaalt, dan krijg je ruzie over wie is wat en hoe en wanneer. En dan breek je de korpsgeest. Dus ik zou zeggen, zorg voor eenheid in een leger. En als je kijkt naar dit onderwerp, kijk naar Nelson Mandela. Die eigenlijk voor verzoening en voor samenwerking altijd heeft gepleit. En ga geen tegenstellingen en polarisatie kweken. Mevrouw Belhaai. Ja, voorzitter, maar volgens mij is dat precies wat de minister en de krijgsmacht aan het doen is. Je bewust worden van het feit dat soms mensen een andere achtergrond hebben. Daar gesprekken over voeren. Want als je daar geen gesprekken over voert en mensen komen wel binnen, maar ze gaan vervolgens weer weg, dan is er dus geen sprake van verzoening. En ik vind het vanuit het principe dat iedereen bij de krijgsmacht moet kunnen werken, vanuit de overtuiging dat het goed is om diversiteit te hebben, belangrijk. Maar als je dat niet belangrijk vindt, dan zou ik aan de heer Epping vragen. De demografische ontwikkelingen zijn dusdanig dat het klassieke model van jongetjes tussen de 17 en 25 jaar gaan solliciteren bij de krijgsmacht. Daar zijn er te weinig van, kan ik u vertellen, als u zich daarop oriënteert. Dus het is toch ook vanuit realiteitszin belangrijk dat je breder kijkt dan het klassieke model wat we jarenlang hebben gehanteerd, zodat we veilig kunnen zijn in Nederland. De heer Epping. Ja, nogmaals, voorzitter, ik pleit voor eenheid en ook een groepsgeest in een leger, dat mensen goed met elkaar gaan samenwerken, dat er een korpsgeest is in een leger. En ik wil voorkomen dat men dan gaat ruzieën over rassen, over verleden en andere zaken.
En ik geloof dat je op die manier moet gaan werken. Het is een andere invalshoek. Ja, we komen misschien tot hetzelfde resultaat. Ik begrijp wat u bedoelt. Maar ik waarschuw hier voor de polariserende werking van deze critical race theory. En dat zien we ook in de Verenigde Staten. Dus laten we dat niet doen. Het Amerikaanse leger probeert dat te doen. En zij komen daar weer van terug. Andere onderdelen van de maatschappij ook. Men komt daarvan terug. Voorzitter, mag ik verder gaan? Dank u. While I'm thinking in my